Hey Gerrit. René, goedemorgen met Wil van Dillen van programma Delft Blauw. Goeiedag Wil. Goeiedag, hoe gaat het met je? Ja, goed, druk. Hartstikke druk. Hartstikke druk, zegt hij van deze. En dat op de maandagmorgen? Ja, zeker. Ik ben altijd druk. Ja. Ben ik niet aan het zingen, dan ben ik weer wat anders aan het doen. Ja, je bent altijd bezig, hè? Altijd. Ja. De reden dat we jou hebben uitgenodigd is vanwege de laatste nieuwe single, een jongen van de reis. Hoe is deze single tot stand gekomen, Lenny? Nou, die is tot stand gekomen. Ik doe uiteindelijk mee aan een tv-programma. Ja. En ik mag nog niet verklappen welke programma, maar de meeste mensen die weten dat, denk ik wel. Als ze goed nadenken, dat liedje heb ik eigenlijk laten maken voor dat programma, omdat ik ook de jongen van de reis ben en ik heb die Holleman-hit. Ik zing over de reis en ik ben trots op mijn cultuur. Daarom heb ik dat gemaakt. En ik hou er enorm van mijn cultuur. Ja. Zo is dat gekomen. Ja. Het is een programma, ja, we gaan niet verder door. Het programma SBS, denk. Nee, dat wordt uitgezonden op 31 maart om 20:30 op RTL 5. Oh, zo. Ja. Dus mensen, lieve luisteraars, noteer het gewoon en volg mij op de Instagram en social media overal. Ja. Maar terwijl de horeca weer staat in de persberichten, terwijl de horeca het leven weer oppakt en de terrassen weer vol komen te zitten en weer feesten georganiseerd waren, kom jij dus met deze nieuwe single. Is eigenlijk toch wel een beetje goed getimed, of niet? Ja, dat is uiteraard goed getimed. En waarom? Ik wou eerst gewoon een ander liedje opnemen, maar dit kwam gewoon toepasselijk uit. En de mensen die verwachten ook dat ik weer met een woonwagenliedje kom. Yeah. Mijn fans. En bij deze kom ik dan weer met een woonwagenliedje. Het is gewoon een heel gezellige gypsy-achtig nummer. Yeah. En nu ga ik gewoon weer het levenslied oppakken. Want ik wil eigenlijk een beetje het brede publiek erbij hebben, hoor. Yeah. Dus niet alleen de woonwagenbewoners, maar ook het andere publiek. Yeah. Want jij bent een woonwagenbewoner, dat klopt, hè? Ja, klopt. Ja. Dat had en, op zich is het daar. Je hebt toch het gevoel meer voor het levenslied, hè? Of niet? Ja, ik ben echt een levensliedzanger. Ik zing vanuit mijn hart en ik probeer het ook altijd goed over te brengen naar de mensen tot het raakt, weet je wel. Ja. Ik zing niet zomaar, ik ben een jongen, bla bla bla, dit en dat, zo. Maar ik vertel wel levensliederen, wat ik echt meemaak. Ja. En dat is, daar zing ik ook. Ja, het zijn nummers wat jij zingt. Zingt met een er zit een soort altijd een bepaalde boodschap in, klopt dat? Ja, er zit altijd een boodschap in. En het is ook gezongen met een snik. Het is niet zomaar, het moet in je stem zitten. En ik doe het gewoon met harte ziel. En dat hoor je ook uit een liedje. Ja. Ik zie net de persbericht staan en dan zie je dan staan dat je samen met Brigitte, jouw vrouw of jouw geliefde, op die televisie komt. Ja, dat klopt. Samen met mijn gezin, zeg maar. Ja. Ze volgen mij inderdaad met mijn muziek dingen allemaal. En nou, dan zie je dan Brigitte, weet je wel, binnen en alles. Ja, eigenlijk een beetje het levenslijn waar ik mee bezig ben op dat moment. Ja. Het is dat nog altijd, hè? Jullie worden altijd nog in een bepaalde hoek geduwd, hè? Ja, maar ja, weet je, er is overal wel romslomp. En dat zijn eigenlijk wel de mensen die een beetje jaloezie hebben. En die vooroordelen allemaal. Dus dat zijn aparte mensen, die moet je altijd apart houden, weet je wel. Dat hou je toch. Ja. Kijk, als je nou Michael Jackson bent of dit, er zijn toch altijd bepaalde mensen die zeggen van, oh, die kan helemaal niet zingen. Terwijl het de wereldster is, snap je? Ja, nee. Dus dat is eigenlijk een beetje jaloezie. Ik bedoel eigenlijk te zeggen, de manier van jullie wonen, de manier waarop jullie leven. Ja. Ik zeg altijd, je moet de mensen in de eigen waarde laten waar ze in leven. Precies. Als ze daar gelukkig in zijn, wie zijn wij om daar over te oordelen? Ja, maar daar maak ik me ook helemaal niet druk mee om, weet je. Ik hou me er ook niet mee bezig. Ik hou gewoon lekker met mijn eigen muziek bezig en met mijn gezin. En dat is alles, weet je wel. En mijn fans niet te vergeten. Mijn fans is ook heel belangrijk voor mij in de muziekwereld. Je hebt bepaalde mensen, ja, daar moet je helemaal geen aandacht aan besteden. Nee. Dus zonder van je tijd. En jij hebt een grote schare fans.
Ja, ik heb een heel groot publiek, ja. Die mensen die verwachten dan ook weer, weet je wel, omdat je met corona zit. Ik heb er al tegen liedjes weer uitgebracht. Maar er zitten ook allemaal levensliederen bij, op mijn twee albums ook. Ja. Ja, dat verwachten ze gewoon. En dan ga ik het ook gewoon doen, want mij vindt ze alles. Ja, maar het publiek wat jij hebt, de fans die jij hebt, die verwachten toch dat soort muziek wat je nu zingt, hè? Ja, altijd, weet je wel. Want dat is gewoon eenmaal waar je eigenlijk aan begonnen bent. En ja, dan verwachten de mensen dat ook weer. Ja. Maar je kan ook een keer een ander hoek komen, terwijl je denkt van, hé, ja, maar dat kan ook, weet je wel. Ja, ja. Dus het is toch altijd wel afwachten hoe een liedje opgepakt wordt. Maar 99% wordt het wel goed opgepakt. Maar een jongen van de reis, een klein stukje van de tekst, hè, voor de luisteraars die de single nog niet kennen. Klein stukje van de tekst. Een jongen van de reis, waar gaat het over? Nou, de jongen van de reis is, ze noemen mij de jongen van de reis. Ik zing over de reis, ik ben gek op mijn cultuur en ik wil de cultuur ook hoog houden, bla bla bla. Weet je, het gaat eigenlijk over, ja, ons cultuur. Daar gaat het over. En wat mijn vader en moeder vroeger deden, met andere venten. Ja, weet je, dat is allemaal dat oude charme. Ja. En ook van het nieuwe weer, van ja. Deze tijd. Ja. Ik heb ook die clip opgenomen bij mijn neef op het kamp. En ja, er zijn hele mooie beelden uitgekomen. Ja. Even voor de luisteraars die meeluisteren, Lenny, waar kunnen ze meer informatie vinden over jou? Nou, de meeste informatie die ze kennen winnen is van, als ze de muziek willen beluisteren, ook de nieuwe muziek, dan moeten ze bij mijn YouTube-kanaal gratis abonneren, kennen ze daar. En ook op social media zoals TikTok, Instagram, Twitter, Facebook niet te vergeten, daar heb ik heel veel, daar zet ik ook elke dag wel wat op. Ja. En daar kennen ze mij eigenlijk wel volgen en wat ik allemaal doe met de muziek en alles. Ja. Op de eerste plaats mag ik je heel erg bedanken dat je vanmorgen op deze maandagmorgen live bij ons in de uitzending was. Ja, en ik jullie ook natuurlijk, uiteraard. En zou je zelf de single willen aankondigen? Jazeker, lieve luisteraars. Dit is mijn nieuwe single, Een Jongen van de Reis. Veel luisterplezier en abonneren. En jij nog een fijne maandag. Groetjes, tot de volgende keer. Ja. Doei. Doei.